De kinderen van de Maria Hartman School hebben vandaag genoten van de verschillende verhalen die zijn voorgelezen door ex-ministers, journalisten, parlementariërs, militairen en burgers. Het is vandaag Nationale Voorleesdag en daarom is er extra aandacht besteed aan lezen. Door te lezen kan jij je kennis vergroten en daarom worden kinderen reeds op vroege leeftijd gestimuleerd om te lezen, zegt ATV-journalist Carla Boetius, die ook heeft voorgelezen. Het lukte haar om op een kinderlijke wijze de kinderen mee te slepen in het verhaal van Yamini. Wanneer dat boek leest, eigenlijk soms niet simpel is, moet je je ogen dicht kunnen maken en dan denk je, ja dan? Fantasie. Ja, is eigenlijk net als wanneer je naar een film kijkt. Hè? Weet je, dan zie je alles. Zo als je dat boek leest, moet je ook, het moet net als een film worden, waar je moet eigenlijk je ogen dicht maken. Straks ga ik je even dat laten doen en dan ga je even vertellen. Oké, okay. Yamini en de wonderlijke steen. Yamini is vandaag vroeg wakker. Mata, Pita en Mena slapen nog. Kijk, hier zijn ze. Ze slapen nog. Maar Yamini kan niet meer slapen. Vandaag gaat ze naar Eroartelstrand. En ze doet haar ogen dicht en doet alsof ze er al is. Maken jullie allemaal je ogen dicht? En doe alsof je ook aan een strand bent. Haar voeten rennen eerst door het gele zand. Als je je ogen niet dicht maakt, ga je van het brede strand en komen dan in het water van de rivier. Het water stroomt weg en komt weer terug. Shush, doet het water. Ze is gek op het geluid van het water. En het water werkt ook zo lekker. Nu mogen jullie ogen openmaken. Hebben jullie het gevoel? Ja. Wat was het? Het was een water die je op het strand loopt en het water komt zo op je voeten. Ook NPS-parlementariër Patricia Etnel liet zich van haar beste zijde zien. U ziet ook Lloyd Groenewoud en Dion Brunings. Dus bij de moeder van Simone is het dat Simone eigenlijk voor haar een feestje moet vieren en geen goudboei moet krijgen, toch een gouden boei, toch? Dat wil de moeder van Simone niet hebben. Ja toch? Ja, maar en als jullie 15 jaar zijn, willen jullie ook een feestje? Ja. Of willen jullie voor een mooie armband krijgen? Nee, dan willen jullie een mooie oude armband. Jullie willen dansen? Ja, ja, ik wil dansen. Oh, je bent een gouden. Ja, dat kan ook, hè? Ook een gouden armband en een dansje. Ja, toch? Daarom gaat Anansi naar Guyana. Wie weet waar Guyana? Guyana is een buurland van ons, hè? Toch? Waar is Guyana? Hoe waar ligt Guyana? In het oosten. In het oosten, Guyana is dat? Wat nee. Is het oosten? In het westen. Is geweldig. Ik heb een verhaaltje gekozen, omdat ik dit een leuk verhaal vind. En ja, daarom eigenlijk. Kennen jullie Thor? Ja! Thor! Thor en die hamer. Ik ben die hamer. Zeker, dan heb ik mevrouw. De hele dag, oké. Okay. Ze vindt het leuk? Ja! Ik vind het ook leuk, eerlijk gezegd. Wie weet wat van Thor? Leerlingen van de Maria Hartman School vandaag in verband met Nationale Voorleesdag. Ze hebben genoten van de verhalen die zijn voorgelezen door onder andere DNA-leden, journalisten, ex-ministers en burgers.